Yo mensen, mijn naam is Sven en mijn naam is Koen. En vandaag is het tijd om de 107 helemaal te veranderen. Oké, jongens, we zijn weer aangekomen op onze locatie. En zoals jullie weten, wij nu ongeveer, nou niet ongeveer, ik heb net gekeken, we hebben 3 maanden lang onze auto gedipt. Niet heel lang. Niet heel lang. Nou, sowieso is dip ook voor tijdelijk. Het is puur tijdelijk een dip. Als je echt wat langs wil, dan kan je beter gaan spuiten of iets anders doen. Maar het is echt puur gewoon om je auto te verkleuren op een goedkope manier. Precies, inderdaad. Om even te kijken wat je mooi vindt of het bij je auto staat. Gewoon een test eigenlijk. Inderdaad. Dus nou, wij hebben nu eventjes gekeken. Nou, die kleur die we nu hebben vinden we echt lijp. Maar het is nu tijd dat jullie dat gaan kiezen. Maar we gaan eerst even met de auto door de wasstraat. Ik moet wel zeggen, 3 maanden is wel heel kort. Wel jammer, want dit is een kleur, dat vind ik zo vet. Hij is echt heel vet. Maar we hebben ook gewoon prima staat. Ja, dit is zeg maar na 3 maanden. Nou, het ziet er nog goed uit. Het is echt gewoon, het is echt helemaal tip-top in orde. Helemaal clean. Maar het gaat er allemaal af, jongens. Maar het enige wel, als je zeg maar de binnenkant, die kleur je nooit mee, hè. Dus zeg maar dit moeten we er ook straks af gaan halen. Dat is wel een beetje een lastigere klus. Maar het gaat wel lukken. Maar we gaan eerst door de wasstraat. Daar gaat ie. Oh. Oké, jongens, we hebben dus nu door de wasstraat heen gehaald. Hij is echt schoon. Hij is clean. Zien wij iets geks? Dat is toch, je moet er even een handrem erop zetten. Hij zat erop. Ja, niet goed genoeg. Kijk jongens, dit is de nare beurt van de wasstraat. Ja, maar die borstels die schuren er niet overheen, hè. Nee. Dus dat blijft gewoon... Maar dit was de grote vraag van. Kan je door de wasstraat met een gedipte auto? Niet met je eigen hand, maar echt de wasstraat met de borstels. Dat kan. Wij hadden al vermeld dat we hier een lichte beschadiging hadden. Dat kwam door een fout van onszelf, omdat we ergens tegenaan gestoten waren. Maar zelfs dan blijft het zitten. Maar we moeten nu toch alles eraf halen, dus dat gaan we nu doen. Daar staat hij dan. Tijd om alles eraf te halen. Trouwens, ik besef me nu, het is wel echt zonde dit hoor. Het doet een beetje pijn in mijn hart. We rijden straks gewoon naar huis met een standaard kleur auto. Ja, want we nemen dit op in 2 dagen. Ja. Maar even serieus, het is echt, nu hij weer gewassen is en hij glimt gewoon zo mooi. Maar ja. Het is nog gloss op. Hè? Nee, kijkers gaan het bepalen, jullie mogen kiezen, willen jullie glans, willen jullie mat, zeg het maar. Met de stickers, jullie zullen wel zeggen, ja maar zonder, dit hebben jullie er net opgeplakt. Ja, maar wij maken die stickers zelf en verkopen natuurlijk die stickers. Als je ook zoiets wil met een Instagram of wat dan ook, check even onze website. Maar dat is voor ons natuurlijk een makkie, dat is niet het hele grote probleem. Maar ja, Koen gaat beginnen met het hoekje eraf halen. Kijk, we zijn het er nu aan het afhalen. Mooi voorbeeld is, kijk, je ziet hier ook allemaal beschadiging van de originele lak. Ja, dat is allemaal lakschade wat we weg wilden hebben. En doordat je die dip eroverheen gaat, maar kijk dan, je haalt het zo in één keer af. Eén laag. Ja, echt. Ja, echt bizar. De originele kleur is ook wel dik. Kijk, we zijn hier weer een heel stukje vanaf aan het halen. Maar dat ziet er ook wel lijp uit. Och, we gaan een sticker. De gaten sticker. Zit er goed vast. Goedemorgen. Een nieuwe dag. Een nieuwe dag. Het is weer een dag verder inderdaad. Ja. En we hebben alles eraf gehaald. En kijk eens jongens. Hij is eigenlijk, ik zeg maar kijk zo mooi, maar kijk zo lelijk die eigenlijk is. Ja, ik vond het ook niet meer leuk om erin te rijden. Het is niet meer bijzonder of standaard. En we zien nu eigenlijk, dit is een schadeauto geweest. Deze auto is heel slecht. De lak. De lak is echt heel slecht. Vooral de bovenlak. 1K-lak of zo is het. Geen idee, heel slecht in ieder geval. Kijk, dat kunnen we zien. Maar dat kan je inderdaad zien, want dit was allemaal gestipt zo. Kijk, je ziet het moeilijk. Hier zit er dit. Kijk, hier zie je het licht. Kijk, en dit krijg je dan op het moment dat je je dip eraf haalt. Kijk, en als je dus zeg maar met een lakstift al die puntjes gaat doen en de dip is een soort van sticker, dan trek je net als een sticker van, of net als tape of wat dan ook, in die puntjes mee. Ja, maar laat staan wrap, want dus dat plakt nog harder, hè? Ja, maar wrap trek je het helemaal stuk. Ja. Maar zo zien wij dat deze gewoon bijgestipt is. Ja, maar dat zie je dan nog meer doordat je dus precies. De dip en is het helemaal droog en schoon. Dus, ik zeg poetsen. Daar moet je van rekening mee houden, maar wij gaan poetsen. Check even hoe die glimt. Ja, hij is wel echt maximaal schoon.
Ja. Maar kijk, voor heeft hij natuurlijk schade gehad, hier niet. Nee, het dak ook niet, achter ook niet. Achter vind ik ook echt mooi nog, hè? Want het uitlaatje matcht er wel nu. Ja, die matcht nu wel. Maar kijk, zoals hier zie je niet heel erg kleurverschil, maar voor zie je echt enorm kleurverschil. Ja. Maar ja, dat is het nadeel als je schade auto koopt. Maar daarom gaan we hem ook weer dippen. Ja, daarom gaan we hem dippen. Wij willen geen vlekken en steenslag zien. We gaan eventjes lekker ooit halen. De dip en schoonmaken. Spuiten en... En moet je kijken, jongens. De hele auto is ingeplakt. Helemaal ingepakt als een cadeautje. Nou, nu gaan we beginnen. We gaan nu beginnen. Welke kleur wordt het? Hij wordt nu zwart. Mat zwart. Kijk, ik heb hier de kleur al. Dat is 1. Nee, niet 1. Dat is 4 liter zwart. En het gaat er helemaal op. Keer 2. Want we hebben nog meer potten daarachter. We hebben veel meer potten. We hebben heel veel potten, jongens. Echt allemaal kleurtjes en dingetjes. Wat echt heel vet. Maar de uiteindelijke kleur wordt niet mat zwart. Uiteindelijke kleur wordt niet mat zwart, want... Er zit namelijk een plot twist hier al aan. Jullie zien nu wel dat we hem aan het afplakken zijn. Tenminste, hebben jullie niet gezien, maar jullie zien dus dat we hem afgeplakt. We gaan nu mat zwart spuiten en daarna gaan jullie kiezen, maar echt jullie, welke kleur het gaat worden. Plaats hieronder in de reactie wat jij een mooie kleur vindt. Ben je het eens met diegene die kleur zegt? Like hem dan. Als hij bovenaan staat in de 3 dagen, gaan we de eerste bovenste doen. Ja, we gaan niks verwijderen van kleuren. Het maakt niet uit. Roze, paars, goud, groen. Goud, chameleon, noem het maar op. Alles. Och, chameleon. Ice chameleon. Het is helemaal aan jullie. Voer de naam in. Like hem. Bovenste like in de eerste 3 dagen. Bestellen we. Doe het eventjes in verband met de crisis die we hebben. Omdat het uit Spanje moet komen. Maar dan gaat het goed komen. Ja, sick hoor. Zwart. Oké, jongens, we hebben er nu ongeveer al 4 lagen op zitten. Maar de kleur zie je echt goed. Prachtig. Kijk even hoe dit eruit ziet, jongen. Hij is goed nat. Maar check even hoe vet dit mat zwart is. Dakje gelijk gespoten. Achterkantje perfect. Ja, dit is echt een gave kleur. Ja, maar de ruimte hier is ook zeg maar een soort van voor. Want het is goed warm hier ook. Het is echt, ik wil bijna een korte broek aan doen. Echt oprecht. Ja, en jij ruikt natuurlijk niet zo heel erg. Want dat plakje ruikt heel erg. Dat doe natuurlijk niet. Nee. Ja, ik vind het vet. Ik vind het ook. Nou, nog heel veel wat lagen. Het is alweer avond. Het is avond en hij is af. Check dit echt. Ik ben heel erg tevreden. Ik ook. Ik vind hem nu meteen weer gruwelijk. Ja, ik vind vooral de voorkant echt gruwelijk. Ja, met die lamp en zo. Ja. Het lijkt echt zo sneller nu. Hij lijkt nu echt snel. Hij is nog steeds niet snel. Nee. Het heeft even slap als toen, want van de kleur krijg je er niks bij. Maar wat ook belangrijk is om te weten, voor velen denk ik, is dit. Nu kan je het heel goed zien, want eerst zag je het niet zo goed, maar nu kan je het heel duidelijk zien. Ja. De binnenkant blijft blauw. Maar ja. Dat is gewoon zoals hoe het is. Ja. Zeg maar, dat spuiten wordt er niet meegespoten. Maar, even een ander dingetje. Ik laat de lamp aan doen, wat mooi. Kijk even. Ik vind hem echt goed gelukt. Ik vind hem ook echt heel erg leuk. Ook met die ledlampen wat we nu hebben. Echt heel leuk. Dit wou iedereen al zwart. We hebben gekozen nu voor logo ook zwart mee te spuiten. Die laten we ook zwart. Wat voor kleur jullie ook kiezen, dat laten we zwart. Spiegels laten we zwart, want we willen zwarte details houden. Deze voorkant houden we ook zwart, ondanks de kleur. De binnenkant hier ook, dit stukje, dat gaan we eventjes mee laten spuiten in de totale kleur. Ja, dit. Want dat vinden we persoonlijk ook mooier, maar we wilden dat eventjes testen hoe dat eruit zag. Dit laten we ook zwart. Ja. En als ik het goed zeg, denk ik dit ook zwart. Het handvatje. Ja. Ja. Dus, en wat we nu ook hebben gedaan, nu zit het er echt heel erg dik op. We hebben er 1,5 pot bijna op gegooid. Ja, dus dat is echt wel wat aantal liters. Waardoor we het er wat makkelijker af kunnen krijgen en dat we sneller weer een andere kleur kunnen. Ik vind dat ons achterlichtje ook wel een beetje een ander kleurtje mag krijgen hoor. Achterlichtje, oh, gesmoked. Een beetje. Misschien. Ligt aan de kleur. Ik ben benieuwd jongens, wat jullie laten weten hierom.
in de comments. En de meest gelikte wordt hem. We gaan niks verwijderen, echt serieus, real. Het is gewoon zoals hoe het is. Mensen, bedankt voor het kijken, liken voor deze video en vooral de comments hieronder. Ja. En wat we dan de volgende keer gaan doen, dat gaan jullie dan zien. Ik ben heel benieuwd wat jullie gaan kiezen, jongens. Wil je up-to-date blijven? Check eventjes onze Instagram, staat hieronder allemaal. Tweede kanaal, komen allemaal extra video's. En het zijn niet alleen maar autocontent, want dat vroegen ook heel erg veel mensen. Maar het gaat helemaal goed komen, want binnenkort komt er weer wat beter weer aan. Maar we moeten ons gewoon houden aan de regels. 1,5 meter, tenminste in een bijna, ja, grote... Jullie snappen hem. Mensen, bedankt voor het kijken. Later.